De starttijd van deze dame, Joyce Wax van de deurtrappers uit Luikskestel. Wat is dan de tussentijd? 22.1. Dan verlies je dan toch weer een klein beetje op dat, op dat tweede stuk eigenlijk. De starttijd was wel heel erg rap hoor, 2.3. Gaan ze dat nog goed maken? Door het laatste stuk was nog in de buurt komen van die rappe dames daarvoor. Dan zouden ze in de buurt moeten willen komen van Nina van der Boom wellicht. Dat was een 36er. Gaat ze dat halen? Dat gaat zij niet halen. Ze komt op 38.50. Dat is de tijd voor Joyce Wax. Nou, we kijken naar een andere dame. Zij komt uit voor de FCC's Amazone met de plaat 201. Dat werd hier over Maureen Struik. Wil ze flessen, wil vuur in de lijn. En gaat ze alweer af op die laatste bocht. En dan heeft ze een tussentijd van 21.5 in 1.7 seconden achter Wietske Bloemhof. Maar ja, Wietske Bloemhof ging ook echt wel een klasse apart richting die finishlijn. We gaan kijken naar de tijd van Maureen Struik. Daar komt zij op uit.